Goedendag, we zijn hier op het voetbalterrein van Bladella in Blavel, waar we volop bezig zijn om het decor op te zetten voor het openluchtspel. Snotjong geven geen bal om het gezag. Het is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de voetbalvereniging Bladella. En we gaan een openluchtspel opvoeren waarin we 100 jaar teruggaan, waarin de voetbalclub wordt opgericht. Dat was dus op 10 augustus 1910. Dus we nemen u terug naar de markt van Blavel in 1910. En daar ziet u weer alle mensen die vroeger geleefd hebben, ziet u weer hier op het toneel verschijnen. En die laten u zien hoe dat Snotjong zich moest opboksen tegen het gezag om te zorgen dat voetbalvereniging Bladella hier in Blavel als vereniging kon starten. De uitvoeringen zijn op 3 juli, middag- en avondvoorstelling. Op 5 juli de avondvoorstelling, op 8 en 9 juli avondvoorstelling en op zondag 10 juli nog een middagvoorstelling. De cadeaubonnen die kunnen ingeleverd worden, die op dit moment nog gekocht kunnen worden, die kun je inruilen voor een kaartje en dat kan op 8 en 9 juni bij de Ambiani in Blaal tussen 7 en 10 uur. Om 10 juni start de officiële verkoop van alle kaarten. Dat kan bij de Topshop of bij de Bladella.nl. En op 15, 22 en 29 juni is er een gelegenheid voor kaartverkoop in de Ambiani. Weer van 7 tot 10 uur 's avonds. Staan. En hij komt naar jou toe. Oh, die is misschien al een keer af. Ja, nee, maar goed. Blijf hier maar gewoon staan, want hij komt van achterop. En jullie hebben tekst en daarna loopt de Lotte naar hem toe. Hoofd van een torre blazen, hè? Hij kan dan wel de burgemeester van blazen, maar hij poept net zo'n bruine stront als wij. Chef, is voetbal een sport die alleen de hoofdklasse en de middenstanden doen? Wie gaat daar nou zin zijn? Ja, morgen kwam de burgemeester op stoor, op school, vroeg waarom er geen hoekenclub kon oprichten. Hij zei alleen geletterde mensen op een hoekenclub oprichten. Ik zei Toos de Kok. De beste naaister van Blauw. En hoe kom jij hier zo terecht? Nou, ik heb het net maatpak gemaakt voor meneer Van der Pas. Ik heb het net afgeleverd en hij heeft het net aangepast. En dan moet ik nog een kleine aanpassingen maken en dan is het klaar. Oh, dat is nog eens leuk een vakkundige collega te ontmoeten. Hoe kun je het houden? Ja, doe maar. Ja, hè. Ga voor de kant kijken. Hey, Mimos, wees toch al te zot, hier droog vissen en hier op de pot. Wel, Mimos, wel snoerie van de vrouw, van oude schotgedrang van jou. Als jullie zin hebben om een stukje echte authentieke Blaalse geschiedenis te komen kijken, dan kunnen jullie hier de eerste twee weekenden van juli terecht op voetbalvereniging Bladel. Jou is nog eens een keer tegen de wat. Kom op, als je niet had de aandacht. Ja, jou! Trut aan de bent, als je een beetje schrapt hebt, dan komt er al met. Hey, is er al wat afgelopen? Wat hier aan te betekenen? Die trut hier, die sloeg Pietje omdat ze jaloers op mij is. Omdat ze niet kan profiteren van mijn goede idee.